Oké, okay, wanneer jij er klaar voor bent. Allright, let's go. Je hebt je website nu af, technisch gezien, maar je wil hem nog vullen met informatie. Wat betekent dat? Dat je gaat kijken naar content marketing. Want met content marketing ga je informatie bieden om jouw gebruikers aan te trekken naar je website en ze helpen hun doelen te bereiken. Nou, in dit geval willen we naar onze kijkers luisteren, want zij vinden dit achtergrond heel erg lelijk. Dus wat gaan we doen? We gaan hem verwijderen. Ja, kunnen we verder? We kunnen verder. Wat is nou content? Hoe kan je die klanten of gebruikers trekken? Nou, dat kan op meerdere manieren. Het kan gewoon een verhaal zijn, dus tekst. Het kan een plaatje zijn, video, een infographic. Alle soorten van vormen, informatie. Als we gaan kijken naar die kokosnoot, waarom is content marketing voor zo'n kokosnoot nou belangrijk? Dat kan te maken hebben met content, informatie die je schrijft over die kooksnoot. Mensen kunnen op basis van die informatie uiteindelijk zo'n kooksnoot bestellen. Het kan ook zijn dat ze langer op je website blijven omdat ze geraakt worden door die content en heel veel recepten willen lezen. Er zijn verschillende strategieën als je het hebt over content marketing. Want je kan ervoor kiezen om content marketing in te zetten om meer bekendheid te krijgen. Dat wordt ook wel brand awareness genoemd. Daarnaast kan je kiezen voor lead generatie. En dat betekent dus dat, dat al je content erop gericht is om ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk bij je website uitkomen of iets gaan aanschaffen bij een ander. Nou, het kan zijn dus dat jij informaties, maar dan heb je het dus niet meer over een webshop, maar dan heb je het over een blog, dat jij informatie schrijft om iemand uiteindelijk door te verwijzen naar een, naar een andere website. De derde is brand leadership. En daarmee wil je de toon zetten. Wil je aan iedereen laten zien dat jij de kenner bent, dat iedereen jou moet volgen. Dus... Jij weet hoe je met een kokosnoot moet omgaan. Jij weet hoe jij zo'n kokosnoot het beste vest kan houden. En niet laat rotten in je huis. Oh. <laughs> Nog een mogelijkheid is dat je je klanten of je gebruikers op je website wil houden. En dat ze terugkomen. Nou, dan heb je het over de strategie retentie. Want dan ben je bezig om content te maken. die ervoor zorgt dat jouw bezoeker. Blijf terugkomen. Denk dus aan een terugkerende recept binnen een bepaald thema, waardoor een bezoeker graag wil terugkomen en het vervolg wil zien. Of denk aan content waar je het doel hebt om op zoveel mogelijk kanalen gezien te worden. Dus dan ga je content maken wat interessant is, waar mensen graag over spreken op verschillende kanalen. Dus waar zie je multichannel vaak terugkomen? Is dat ze, en dat zijn dan voornamelijk reclameberichtjes, die dan geplaatst kunnen worden op verschillende websites zonder dat er rekening gehouden moet worden met de klant. Want als je een filmpje voor je eigen website maakt, kan dat veel langer duren, maar als je dus niet weet voor wie je het maakt, dan doe je het meestal zo kort mogelijk, zodat je een zo groot mogelijk publiek aanspreekt. En dat is het grote verschil met retentie, want bij retentie probeer je gewoon je eigen bezoekers op je eigen website te houden en bij een multichannel probeer je zoveel mogelijk mensen te bereiken. Vervolgens heb je dus een strategie gekozen of heb je een mix van strategieën gekozen? Want dat kan ook. Hè? dat je zegt van nou, ik wil als kenner gezien worden, maar ik wil er ook voor zorgen dat mijn bezoekers terug blijven komen. Ja, dan krijg je een mix. Maar hoe ga je dat dan vervolgens operationaliseren? Nou, er zijn verschillende modellen voor, verschillende stappenplannen voor, die je daarbij kunnen helpen. Een hele goede is die van Patrick Petersen. En die wordt ook wel het 6C-model genoemd. Dus als je kijkt naar het filmpje, is dit weer zo'n lijstje die je kan animeren, maar het hoeft niet hoor. De eerste, content. En daar kijk je naar de verschillende onderwerpen die je wil beschrijven. Heb ik het over recepten, gebruiksaanwijzingen of heb ik het over misschien bepaalde voorwaarden binnen mijn webshop? Dus uh, leveringsvoorwaarden, kan ik het terugsturen? Ja, ook dat ja. Ja, dat is ook content. Moet ook geschreven worden. Tweede is de C van channels. Op welke kanalen ga ik mijn content verspreiden? Is dat mijn webshop? Is dat een social media kanaal? Ga ik denken aan misschien een filmpje op uh, YouTube? Noem maar op. Derde punt is crossmedia. Ga ik synergie zoeken tussen de verschillende kanalen? Dus als ik het heb over een YouTube-filmpje, verwijs ik dan uiteindelijk ook naar mijn eigen webshop toe. Dat ze op basis van het filmpje worden aangespoord om zo'n aankoop te verrichten. De vierde is curatie. En curatie geeft aan hoe jij je content gaat samenstellen. Is het volledig unieke content? Hè? Heb je het zelf onderzocht en ga je het uh, zelf beschrijven? Of ga je kijken naar anderen en ga je op basis daarvan content samenstellen? Dan heb je ook community. En bij community sta je stil bij de mensen die eventueel jouw content kunnen delen. En op welke kanalen dat het beste past. Bij comfort kijk je naar de verschillende gebruiksmomenten van je content. Nou, waar je rekening mee moet houden is dus dat als iemand bijvoorbeeld in een rustige omgeving zit op een bank, dan gaat hij niet alles goed lezen. Dus dan zal een filmpje of een plaatje beter bijpassen. Hetzelfde verschil als je voor een app kiest of niet: een app heeft een heel ander bestaan dan een website. Duidelijk, moet je ook wel bekend mee zijn, denk ik. Je hebt dus nu gezien waar content marketing uit bestaat: twee onderdelen. Je doel, en dat doe je dan aan de hand van je strategieën. Wat wil je precies bereiken? En het tweede is hoe je die strategie of doel gaat operationaliseren. Een onderdeel van content is ook je social media. Hoe ga je nou je social media-kanalen inzetten? Dat komt in het volgende filmpje. Tevreden over.